Welkom en wat leuk dat u weer kijkt naar U in de Wijk Overvecht. We hebben 3 onderwerpen voor u. Dreefnieuws komt met een special senioreneditie gemaakt door senioren voor senioren. Verslaggever Els gaat met de makers in gesprek. Morgen 7 april wordt het eerste exemplaar van de special editie van Dreefnieuws over senioren overhandigd bij een feestelijke bijeenkomst aan Kees Diepeveen. Deze special editie is gemaakt door senioren voor senioren. Het is een initiatief van de Alliantie Senior Vriendelijk Overvecht van DOC. Dat is een netwerk voor en door ouderen. Waar eigenlijk alle partijen in de wijk rondom welzijn zijn aangesloten die met ouderen te maken hebben. We zijn vooral erg actiegericht, dus we zijn bezig met op dit moment een speciale editie van het Dreefnieuws. We werken veel samen aan hoe zorgen we nou dat we mensen zo goed mogelijk doorverwijzen. Dus we zijn vooral heel erg bezig met welke doelen willen we eigenlijk halen. En we wilden heel graag het met ouderen doen. Dus we hebben een klankbordgroep gestart met oudere bewoners uit de wijk. Die we ook al hadden bevraagd in de vragenlijst. En die hebben actief meegedacht of er nog, naar aanleiding van de thema's die we al hadden opgehaald, nog dingen misten. Of hoe we hem gaan verspreiden. Wij komen in de gesprekken natuurlijk achter allerlei dingen die de ouderen bezighouden. Ook over de verspreiding, want dat gaf nog wel een beetje problemen. Op een gegeven moment vroegen ze van welke mensen zouden belangrijk zijn met telefoonnummers en adressen. En toen zijn de artsen aangedragen, maar ook bijvoorbeeld de zorgoutlet op Overvecht, waar mensen terecht kunnen voor allerlei hulpmiddelen. We hebben het gehad over thema's zoals van wat vind je leuk om eens te doen. Van tekenen of schilderen. En toen kwam er ook naar voren van een wandelgroepje en de voedseltuin. Er is eigenlijk heel veel te doen in Overvecht. De ideeën die kwamen ook van Dreefnieuws zelf, hè, van de redactie van Dreefnieuws. Maar wij konden ook allerlei dingen opperen die we graag daarin in Dreefnieuws zouden zien. En dat is ook gebeurd. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er aandacht is voor waar kun je nou precies de zorg halen. Is dat een andere overzicht daarvan? Hè, dat is voor mensen prettig om te hebben. Een telefoonlijst die erin komt, maar ook interviews met belangrijke partners in de wijk voor de ouderen. Hebben jullie daar ook nog een idee over kunnen aandragen? Het is zo gelopen eigenlijk dat in de Zoom-gesprekken die we hadden, dus met degene die dat nieuws eigenlijk, dat Dreefnieuws uit wilde geven, dat die ook ons opdrachten gaven van ga eens met je telefoontje door de wijk en ga eens kijken van wat vind je er mooi aan? Wat zou verbeterd kunnen worden? Komen alle ouderen eigenlijk wel tot hun recht? Wat wel leuk is om te vertellen is dat ook we meedenken over het proces van het verspreiden van een Dreefnieuws. Gelukkig is het nu zover dat het overal wordt verspreid. Maar daardoor komen ook weer allemaal leuke dingen tot stand. Zoals bijvoorbeeld een van de klankbordleden, dat is Cor Mulder. Die werkt ook bij een voetbalclub. En zo kunnen we jong en oud met elkaar verbinden. Eerst had het idee dat zij misschien gingen helpen verspreiden. Maar nu is er een plan om te kijken of zij iets anders kunnen doen in verband met zeg maar, de bestrijding van de eenzaamheid van ouderen. Kinderen groeien, fietsen niet. Met deze slogan biedt Bikeflip fietsabonnementen aan. Ik neem een kijkje. Kinderen groeien, fietsen niet. Duurzame fietsabonnement voor jong en oud. Ik praat met Cas van Bikeflip. Bikeflip is een abonnement op de kinderfiets. Want wat is het verschil tussen kinderen en fietsen? Kinderen groeien, fietsen niet.
En daarbij komt ook nog dat er in Nederland een ontzettend grote stapel ongebruikte fietsen in schuurtjes, op de gemeentedepots, overal nergens staat weg te roesten. En wij willen op een circulaire manier die fietsen weer terug in de samenleving brengen en dan aanbieden als een abonnementsvorm. Kinderen in Utrecht van 0 tot en met 17 jaar bieden wij dus in samenwerking met de gemeente Utrecht en met de UPAS een kinderfiets aan. We hebben gekeken eerst naar de abonnementsvorm, maar dat levert te veel regels op voor mensen met een krappe beurs. En juist die mensen willen we ook helpen met Bikeflip. Dus wat we nu aanbieden is een fiets die bij ons gekocht kan worden en met daarbij een certificaat van omruilgarantie, dat als de fiets te klein is geworden voor de kinderen, dat je hem kosteloos om kan wisselen voor een grotere fiets. En zo zorgen we dat in Utrecht kinderen niet meer op de verkeerde maat fiets fietsen. En dat op die manier fietsen voor iedereen beschikbaar wordt. En als er iets stuk is, komen we aan huis om de band te plakken of wat dan ook. Is dat alleen voor kinderen? We zijn begonnen alleen voor kinderen, want immers, volwassenen groeien niet meer, maar we zijn nu ook steeds meer ook voor volwassenen bezig, omdat daar ook de vraag naar een circulair fietsabonnement ook aanwezig is. En daarnaast zijn we nu in Overvecht ook begonnen met een project van 300 fietsen voor UPAS-houders. Dus je kan langskomen bij Bikeflip, je UPAS laten zien, dan krijg je van ons voor €30 een circulaire fiets. Hoe kom je aan die mensen? Er stond een stukje van over Bikeflip in het Dreefnieuws, het Overvecht Dreefnieuws, het buurtkrantje. En dat was Sietse, de oudere meneer, die wilde graag een fiets doneren. En we raakten aan de praat en ik liet de werkplaats zien. En ik vertelde eigenlijk dat ik zelf echt nog niet de fijne kneepjes van het vak tot me had genomen. En toen bood hij aan om een middag in de week te komen vrijwilligen. En nu zijn we hier. Dus dat is echt super leuk. En Ilona komt uit Nieuwegein. En is ook als vrijwilligster hier aangesloten bezig met haar fietsmakersopleiding nu. Schot ze zich om. Dus als het kan willen we haar wellicht ook een stage en wellicht een baan aan gaan bieden. We proberen echt duurzaam te ondernemen. En dat houdt dus in, de circulariteit is goed voor het milieu, goed voor de natuur. Maar ook echt de sociale impact die we graag maken in de wijk. Maar ook als bedrijf zelf zijnde met de mensen die wij helpen en in dienst nemen. En als er nou mensen zijn die denken, hé, maar ik wil meedoen, waar moeten ze dan terecht? Sowieso op de website bikeflip.nl, daar staat ook een contactformulier en ook een e-mailadres contact@bikeflip.nl. Zo kunnen ze ons benaderen, bijvoorbeeld als je een fiets over hebt die je wilt doneren, eentje die in de schuur staat. Of als je zelf een handje wil helpen, nou, we hebben ruimte genoeg in de werkplaats en zijn altijd op zoek naar om ons team te versterken. En ben jij daar ook achter dat de kinderen groeien en de fietsen niet en continu weer een nieuwe fiets moeten kopen op Marktplaats? Dus ook gedoe, dan wees meer dan welkom om bij ons ook een abonnement af te sluiten. Tot slot, Henriette Dreef is op weg een energieleverende hoogbouwflat te worden. Verslaggever Paul doet verslag. Vandaag zijn we bij de Henriette Dreef. En hier is de eerste energieleverende flat gebouwd in Europa. En wel door het bedrijf Bos. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat deze flat meer energie opwekt dan dat hij nodig heeft om te verwarmen, te ventileren, te verlichten en het huishoudelijk gebruik van de bewoners. We spreken met de hoofdingenieur hier, meneer Rogier. En we spreken met Jitske van de woningbouwvereniging BOEX. De flat op de Henriette Dreef heeft een hele nieuwe jas gekregen aan de buitenkant, aan de zijkant, aan de bovenkant. Waarom deze flat? Er was een idee ontstaan van uit een ander project waar wij waren. En het idee was van, ja, kunnen we de flat 0 op de meter maken in plaats van een label B? En toen zijn wat mensen gaan brainstormen en die zeiden, ja, waarom maken we niet energieleverend?
En toen zeiden ze van, nou, dat wordt dan een mooie pilot en wil je dan een hele grote flat hebben? En toen heeft Bowex gezegd, we hebben nog een flat hier aan Henriette Dree, die moeten we ook opknappen. Kunnen we die niet nemen als pilot om dit mooie idee uit te gaan werken? Ja, ja. Zodoende hebben wij gekozen voor de Henriette Dree. Dus we hebben eigenlijk een concept bedacht dat we de gevel eruit halen. We zetten een nieuwe gevel erin met ramen die heel goed isoleren, maar die ook verwarmen, ventileren en zelf energie opwekken. Ja. En dat hebben we zo doorontwikkeld dat we binnen een dag, dus één dag hebben we dat uitgewisseld. Dit is gewoon een energieopwekker midden in de stad. De energie die je erover hebt, kan je gewoon op een ander gebouw van dezelfde eigenaar gewoon weer van de rekening aftrekken. Ja, ja. Zo stimuleer je heel veel gebouweigenaren om energie op te wekken, om het met elkaar te gaan verrekenen. Ja, ja. En dan kunnen we datzelfde concept doorzetten, want alleen van dit type woning staan er al 14.000. Ja, ja. Dus ja, als je de energietransitie, als je het verschil wil maken, dan moet je met hele slimme oplossingen komen. En ook zorgen dat de overlast tot een minimum beperkt wordt. Nou, kijk, wat hier bij deze flat is gebeurd, is dat we helemaal van het gas af zijn gegaan. En als wij zeg maar in een bestaande toestand zeg maar iets veranderen in de woning, zeg maar naar de bewoners toe, moeten we ook zorgen dat zij iets hebben waarmee ze weer verder kunnen. Ja. En vandaar dat de bewoners hier hebben allemaal een kooktoestel gekregen en een pannenset. Ja. Zodat zij ook zeg maar met zeg maar gasloos kunnen koken. Hallo, Marijn. Jullie hebben elektrische fornuizen gekregen. Ja, en zelfs potten en pannen erbij. Ja, ja, ja. Maar goed, ik had al denk al 10 jaar lang geen gas. Nee, nee. Maar en er zijn natuurlijk mensen die dat zo kregen. Ja, geweldig. En als je dat vergelijkt met andere flats in de wijk, die ook van deze woningbouwvereniging, dan lijkt het alsof jullie met je neus in de boter zijn gevallen. Ja, en ook qua ramen, hè. Ja. Driedubbel glas, dus je hoort niet veel meer. Nee, de bus horen we niet meer. Nee. De energierekening, gaat die nou naar beneden of blijft die gelijk? Nou, wat wij altijd als uitgangspunt hebben bij dit soort renovaties is dat de woonlast, hè, dus dat is zeg maar jouw huur plus je energierekening, minimaal gelijk moet blijven en het liefst naar beneden moet gaan. Ja. Nou, en wat we hier hebben geprobeerd, hè, er is geen huurverhoging gevraagd. Maar bijna iedereen gaat wel in energiekosten op vooruit. Dus, dus dat de energierekening lager wordt. Zo. Alleen dit concept betalen de bewoners zeg maar, niet meer rechtstreeks aan de energieleverancier. Ja. Maar wekken ze eigenlijk zelf hun energie op. Dus dat betalen ze dan aan Bowex. En in ruil daarvoor krijgen ze dan energie tot hun beschikking. Dit was het weer voor deze week. Ik hoop dat u het leuk hebt gevonden. Heeft u een vraag of misschien wel een hele leuke tip? Ga dan naar overveg@uindewijk.nl. Wilt u deze leuke filmpjes nogmaals bekijken? Ga dan naar uindewijk.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.